Ja, dat brengt ons dus bij populisme. Maarten van Rossum heeft een boekje geschreven. Het is eigenlijk een essay. Als ik het zeggen mag, zeg ik dat goed? Dat mag je wel zeggen, ja. Ja, over populisme en onze democratie. Is Orbán, laten we zeggen, het prototype populist op dit moment in onze tijd? Ja, zij het natuurlijk ook een chanteur is. Hij doet een hoop. Hij ligt dwars om beloond te worden. Om tenslotte toch om de bocht om te gaan. Hij gaat dan naar de wc en dan gebeurt het toch. Ik vind hem een absoluut verwerpelijke politicus. Anders kan ik het niet noemen. Ik vind ook dat de EU in feite veel straffer tegen hem zou moeten optreden dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. Het is natuurlijk idioot dat het een van de kleinste Europese naties met een snel krimpende bevolking van ongeveer 10 miljoen personen ons voortdurend hindert bij het uitvoeren van heel normaal en verstandig beleid. Dat je Zweden dus pas tot de NATO toelaat als je straaljagers cadeau krijgt. Ik vind dat echt onbegrijpelijk dat die man getolereerd wordt. Dus daar zou iets aan gedaan moeten worden. Is die een populist? Ja, dat is die. In die zin dat hij natuurlijk claimt dat hij spreekt namens het Hongaarse volk. Ja. En hij is als het ware de charismatische boodschapper van dat Hongaarse volk. En daar zie je eigenlijk dat de populistische politieke traditie een fundamenteel andere is dan die van wat wij hebben. Het is een vertegenwoordigende democratie. En dat je daar enorm mee uit moet kijken. Omdat eigenlijk in een populistische structuur, dat is meer een plebiscitaire democratie, daar is dus één charismatische leider, die spreekt eigenlijk namens het volk. Mm-hmm. En steeds is de claim dat dat volk een coherente, historisch wortelende eenheid is. Dat is het helemaal niet. Maar dat zeggen zij dat het geval is. Ook als ze in de minderheid zijn, zeggen ze knalhard, wij vertegenwoordigen het volk. En je kunt wel lullen over het parlement, maar dat, zoals Wilders altijd zei, het is een nep parlement, het zijn neprechters. Ja. Want wij weten wat het volk werkelijk denkt. Nou ja, vandaar ook die claim nu bij die verkiezingen. Hij heeft per slotrekening 23,2% gewonnen. Ja. Dat is verder heel aardig natuurlijk. Maar dat betekent wel dat ongeveer 77% daar niet op gestemd heeft. Maar hij is wel de grootste partij geworden. Hij is de grootste partij geworden. Overigens binnen in Nederland hebben we heel wat partijen gehad die in de loop der tijden aanzienlijk groter waren in ons parlement. Jawel, maar in dit versplinterde politieke landschap. Waar ik mij tegen richt is het idee het volk heeft gesproken. Nee, hij heeft 23% van de kiezers achter zich gekregen. 2,5 miljoen kiezers? Ja. Het zou het niet kunnen zijn dat die kiezers zich vergist hebben. Want ze niet precies wisten waar ze eigenlijk op stemden. Nou ja, gezien de peilingen, ook voor de Europese verkiezingen, wijst niks daarop. Nou, dat is een hele wonderlijke redenering waarvan ik de logica bepaald niet inzie. Nou, waarom zouden de kiezers niet een tweede maal ongelijk kunnen hebben? Oh, kiezers weten niet wat ze doen? Ik denk dat het voor een niet onbelangrijk gedeelte. Ze hadden de kiezers er verstandig aan gedaan om het programma van Wilders te lezen voordat ze op die partij stemden. Want er zijn twee mogelijkheden. Of ze hadden geen idee. Dat is wat ik vermoed bij de meeste kiezers van de PVV. Of ze hebben gestemd programmatisch op Wilders. En dan moeten ze wel bitter teleurgesteld zijn dat 85% van zijn politieke voornemens ondertussen in de ijskast, het vriesvak of weet ik veel precies waar het terechtgekomen is. Ja, en maar nogmaals, zijn hele optreden, zijn hele politieke denken is wezensvreemd aan de parlementaire democratie. Ik had ook maar daarom zijn de onderhandelaars bezig geweest om de rechtsstaat te verankeren in een document dat wij. De Omtzigt is natuurlijk, en dat straalde hij op een heel voortreffelijke wijze uit. Vanaf het allereerste moment straalde hij uit dat hij liever niet met Wilders ging samenwerken op de traditionele manier van de parlementaire democratie, omdat hij hem voor geen cent vertrouwt. Is dat vertrouwen inmiddels? Nee, dat hoeft hij niet op te beantwoorden. Dat begrijp ik wel. Dat is mijn interpretatie, die is juist. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij daar niks over wil zeggen. Maar meneer Van Rossum... Meneer Omtzigt? Nou, u zegt nogal wat. U zegt nogal wat als je denkt dat je als democratische politicus kunt zeggen dat de kiezers verkeerd gekozen hebben. Kijk, ze hebben natuurlijk altijd verkeerd gekozen, want 130 zetels zijn bij de verkeerde partij terechtgekomen. Dat kan ik ook zeggen.
Maar zo werkt het niet in de democratie. Want nee, als je, dat je zelf overtuigd bent dat je zelf een beter programma hebt, mogen helder zijn, daarom doe je mee in de verkiezingen. En daarom vind ik ons programma ook 10 keer beter dan dat van Wilders. En trouwens ook een stuk beter dan dat van GroenLinks Partij van de Arbeid. Anders was ik daar wel lid van geworden. Had ik ook geen andere partij opgericht. Maar het makkelijk om te zeggen van iedereen heeft zich vergist. Mm. Wat hier gebeurd is, is dat de partijen in het centrum van de Nederlandse politiek 10, 15, 20 jaar lang niet geleverd hebben. Dus elk jaar werd gezegd door iemand die het lijsttrekker bij de VVD was, dat de migratie minder zou zijn. Die kreeg 10 jaar lang kregen ze de minister of staatssecretaris die over de migratie ging. En 10 jaar lang is de migratie omhoog gegaan en zagen we geen maatregelen. En daar zou de Partij van de Arbeid geen eind aan worden gemaakt. Nee, en de Partij van de Arbeid kwam in 2012 ook met beloftes, het gaat elke dag een stukje beter, aan de macht. En wat deden ze? Ze hebben een belasting ingevoerd op betaalbare huurwoningen. Enig in de wereld. En ik zeg dat maar even. De Partij van de Arbeid heeft zijn eigen moment van zelfmoord gehad. Kennelijk is dat bij grote partijen tegenwoordig te doen gebruikelijk. Nee, maar ik noem dit de moment. De VVD heeft het vorig jaar gedaan. Ik noem dit moment, en ik snap dat u tussen mij door wilt praten, omdat u in 2012 op de lijst van de Partij van de Arbeid stond. Ja, daar heb ik enorme spijt van. Ja, maar het is wel een van de redenen wat daar gebeurd is, dat de middenpartijen. Overigens hadden ze hetzelfde aantal zetels gehad als ik niet geduwd had. Ja, maar u stond op die partijlijst. En dat ben ik helemaal met u eens. En nogmaals, ik excuseer mij daarvoor. U hoeft zich niet te excuseren in een democratie. Nou, ik doe het graag. Maar het jullie moeten samen een podcast gaan maken. Samen een podcast. Ja, we hebben helemaal geen interview nodig. Voor de NSC zou dat wel een steuntje in de rug zijn. Nou, dan doen we dat. En dan maken we een keer een leuke podcast. Maar het niet leveren in het centrum van de politiek op de dingen waar Nederland heel lang om gevraagd heeft. En dat gaat om, hoe kom ik rond? Kan ik een woning vinden? Is dat onderwijs van goede kwaliteit? Krijg ik later de zorg die ik wil hebben? Kan die migratie Ik begrijp precies waar u heen wilt, maar nu komt de vraag. En u kunt daar geen ander antwoord op geven dan wat ik ook zou geven. Gelooft u nou werkelijk dat de PVV en de deelname van de PVV aan een programmakabinet, of weet ik veel hoe het heet gaan, dat al die problemen gaan worden opgelost door de PVV notabene, die zich in geen van die problemen ooit enigszins geïnteresseerd heeft, met name afgezien misschien van de migratie. En van de migratie, daar zegt u 50.000, het rapport zegt 60.000, het worden er gewoon 75.000. Maar mij gaat het veel meer om het kardinale verschil tussen een populistische traditie en een parlementair democratische traditie. Ik heb een duidelijke parlementair democratische traditie. En daarom hebben we die afspraak over de rechtsstaat gemaakt. Maar die rechtsstaat, daarvoor wordt iedere keer naar de PVV gekeken. Dat snap ik ook. Maar je mag ook kijken naar de afgelopen kabinetten over hoe ze substantieel rechtelijke uitspraken niet uitgevoerd hebben. Dat is al jaren zo. Ja. Dus er zijn hier echt problemen. En ik snap wat u zegt. En overigens, het feit dat de PVV niet geïnteresseerd zou zijn, je kunt veel zeggen, maar zeggen dat ze niet in bestaanszekerheid geïnteresseerd zouden zijn met hun acties tegen eigen risico of lage boodschappen. En ze willen het eigen risico afschaffen. Ik bedoel, en dat komen hoe ze dat zien betalen, dat is wel interessant, want dan komt Thomas weer om de hoek. Ja. Maar dat ze niet geïnteresseerd zijn, dat lijkt me niet heel even. Terwijl jullie doorpraten, heel even kort nog naar de tekenaar, want die zit hier al de hele avond aan tafel om cartoons. Oké, dan krijg ik het toen van mezelf. Dat vind ik het eerste wat je denkt. Ik heb liever boekjes van Maarten van Rossum. Ik zie hier, dit neem ik aan Geert Wilders. Ja. Je bent in beeld, Jeroen. Jammer. Ja, deze. Heb je er nog meer? Jazeker. Ik zal even. Dat zijn er heel veel. Ja. Onduidelijkheid bij de NPO. Sven Kokkelman trekt zijn eigen plan. ik heb deze voor jullie. Laten we vooral geen spelshow van maken. Jammer, mevrouw Van Gompel, geen toeslag. Is protesteren nog wel van deze tijd? Doe tante Lilian, vertel nog eens over de demonstraties op het Malieveld. Ja.
Ja. Ik wil er niet over doen. Die is voor Dirk Groting. Uitdagingen in Europa. Weet je wat we doen? We zetten Europa ze allemaal op onze site en op de sociale media van dit programma. Fijn dat je er was en fijn dat je hebt getekend. Nee. Het boekje van Maarten ligt in de winkel. Ja, je hebt al die vragen die je ingestudeerd had, heb je nou niet gesteld. Hè? Nee, maar dat, ja, de tijd is op, Maarten. Ik kan ook niks aan doen. Dat is mijn noodlot in dit programma. Noodlot? Ik hoop dat ik dan nog eens een subsidie krijg. Waarbij dit programma dan een tweede helft krijgt. Voordat de NPO is opgedoekt. Ook een fijn idee. Dan hebben we alleen die afschuwelijke en commerciële hebben we nog. Er wordt beter gekeken naar de NPO dan naar de commerciële. Nou, daar gaan we zo meteen ook even over doorbomen. Ik ken jullie allemaal voor de NPO op de Dronten. En dank voor het kijken. Dit was Op 1 voor vanavond. Maandag zit ik hier weer samen met Fidan. Ik wens u een heel goed weekend.